de patiënten die wij in GZA nu op intensieve hebben liggen, ik heb het gisteren nog nagekeken, die zijn eigenlijk allemaal gevaccineerd. Nooit, altijd, altijd, altijd. Nooit, ik wil het niet. Wij zullen nooit, en dat is belangrijk, wij zullen nooit, misschien ook goed voor het filmpje, nooit, 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 nooit. We willen het wel. Totaal logisch. Mensen vragen zich te verplicht te vaccineren, of dat ze zich verplicht voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Ja. Vaccinatie is altijd een vrije keuze. Altijd. We gaan niet toe naar een twee-stromen samenleving. Het is altijd een vrije keuze. Altijd. Ik wil het niet. Allerlei gedachten over een soort van vaccinatiepaspoort. Ik wil het niet. We gaan het niet doen. Er is geen wettelijke grondslag voor. Ik heb het ook heel vaak herhaald, ook hier. Oppas. We willen het wel. We willen het wel. Nooit. Altijd. We willen het wel. Tenminste, dat is een van de opties die op tafel ligt in de besluitvorming op 14 september. Wij zijn niet voor verplicht vaccineren. De president gaf aan dat het vaccin niet verplicht wordt. Mijn vraag is eigenlijk heel specifiek en ik krijg daar toch een beetje een onduidelijk antwoord op. Er kunnen natuurlijk bedrijven zijn, organisaties zijn, die zeggen ja, wij leggen dat toch op. Wij vragen dat van deze werk. En dat kan dus niet. Dan is dat helder. Iedereen die zegt, nou, zo'n indirecte vaccinatie, misschien is het toch wel een goed idee, want dan verleid je mensen om zich te laten vaccineren. Ze altijd zeggen nee. En daarom ben ik ook fel tegen mensen die de suggestie wekken dat we dat aan het doen zijn. Altijd. En zo waarmee je, vind ik, heel erg moet oppassen, omdat je voor je het weet een soort impliciete drang aan het organiseren bent. Oppassen. Ik wil het niet oppassen. Heb je ook alweer de mogelijkheid als werkgever om te zeggen, ja, maar dan gaan we toch ander werk voor je zoeken. Oppas. Zijn meer en meer gevaccineerde patiënten, ik weet dat men dat soms andere geruchten hoort, maar de grote meerderheid van de patiënten die wij nu opnemen zijn gevaccineerde mensen. Zij zijn toch dermate ziek dat ze moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Bij het UZ in Gent denken ze daar zelfs nog radicaler over. Voor wie trouwens zou denken dat de intensieve zorg nu volgt met niet-gevaccineerden, dat klopt niet langer. Bij ons op dit moment zien wij toch wel een grote meerderheid zogenaamde doorbraakinfecties. Hè. Dat is anders dan een aantal weken geleden, hè, toen wij inderdaad een meerderheid niet-gevaccineerde patiënten op intensieve hadden. Op dit moment is dat niet meer zo. Hè. De patiënten die wij in GZA nu op intensieve hebben liggen, ik heb het gisteren nog nagekeken, die zijn eigenlijk allemaal gevaccineerd.